Ik merk dat ik heel veel kracht moet zetten om te praten. En dan kijk ik wel hoe het gaat. Hele goede morgen. Mijn stem is in zoek. Ik hoop dat ik hem nog ga vinden vandaag. Het is, zoals je kunt zien, 7:50. Ik heb eerst een paar uur vrij. Dus ik hoef voorlopig nog niet naar school. Dat is wel fijn. Ik ga eerst thee met... eigenlijk met honing moet ik drinken. Maar ik kan niet zo goed tegen honing. Dan krijg ik... hele opgezwollen keel van, dus dat gaan we maar niet doen. Maar ga eens maar een bakje thee maken in plaats van koffie. Ik zie jullie zo wel weer eens. Ik ga eens even tanden poetsen en dan ga ik zien dat ik op school kom. Ik merk dat ik heel veel kracht moet zetten om te praten en dan kijk ik wel hoe het gaat. Ik werd net al hartelijk uitgelachen in de vlog, want ik had even mijn stem opgenomen. Dus nou ja, klinkt wel zonde in elk geval. Ik neem de zakdropjes maar mee naar school en hopen dat die stem gauw weer terugkomt. Doei. Hoi, ik ben weer thuis uit school. Heel weinig stem. Is al wel weer beter. Ik heb net gegorgeld met zout water. Dat helpt goed. Hopelijk morgen weer gewoon. Maar ik vrees dat dit een mini-mini-vlog wordt. Want, ik zet hem zo wel aan als ik mijn macaroni ga oppakken. En, hoe zit de macaroni voor de jongens? Ik heb een salade. Zet ik hem al aan? Moet wat. Oh, ik hoor net dat zij het in de magnetron gaan doen. Dus dat wordt niet oppakken. Nou ja, weet je, ik zie wel wat ik ga vloggen. Misschien dat ik nog een rondje ga fietsen, want het is hartstikke mooi weer. Maar het klinkt wel lekker zo. Ik zal het geluid heel hard zetten als ik de vlog edit, dan kun je mij ook horen. Nou, wat eten en gorgelen. Heel veel gorgelen, maar ik hoor af en toe mezelf weer. Ik ga zo even fietsen. Het is mooi buiten. En dan, bekijken. De bomen zijn nu zo mooi. Maar het is al een hele verbetering. En voor de rest moet ik ook veel mijn mond houden, heb ik gelezen. Ik kreeg nog de tip gemberwater. Had ik al. En ik moest nog iets doen. Ik weet het niet meer. Goed, ik merk dat praten niet werkt, dus ik ga stoppen met praten. Thank you.
thuis. Lekker gefietst achter die ballon aan. Ik dacht dat die ging landen, maar helaas. Ik ga even een ijsje eten. Het schijnt dat dat ook wel goed is. In ieder geval word ik af en toe mijn eigen stem weer. Dat is een hele verbetering. En verder zit ik op de bank met mijn mond dicht. Maar lekker rustig voor iedereen hier in huis. Nou, ik merk dat niet praten echt helpt. Dus ik ga de vlog afsluiten. En lekker mijn bed in slapen. En dan hoop ik dat morgen mijn stem weer een beetje normaal is. Ik ga je een fijne dag wensen als je het 's morgens kijkt. En kijk je het 's avonds dan. Slaap lekker. En heb mooie dromen. Tot hopelijk morgen in een langere vlog.